hartelijk welkom samen met uw familie, als dit uw feest. Sommigen u zijn van zeer ver naar hier gekomen. Ik begroet dan ook met nadruk de vrienden uit Californië en uit Argentinië. Lieve DRK'tjes, destijds het gevolg onze bewonderende genegenheid verdient. Sindsdien zijt ge trouw gebleven aan uw verheven ideaal. Met een warm hart begroet ik u en heet ik u welgekomen. Mannen van Snijsens, van Hertog Jan, van de NSKK, van de Vlaamse Wacht, van de OT, de Landdienst, afgevaardigden van alle bevriende kringen, hier met uw aanhang aanwezig, een felle groet. Vlaamse jeugd, garant voor de toekomst. In uw blik spiegelt zich het enthousiasme dat ons destijds bewoog en bezielde. In uw flinke houding herkennen wij de stijl die ons toen eigen was. Wanneer wij in de schaduwen treden, zult gij in het volle licht staan. Gij zult Vlaanderens zon zien reizen hoog ter kimmen. Zonen van ons land, kerels van morgen, wees welkom. Vlaamse vrienden die door uw aanwezigheid getuigenis aflegt van uw sympathie. Gij die bijdraagt tot het uitvoeren van onze sociale opdracht. Gij die medescherven hebt geraakt in de beroken tijd. Ik heet u feestelijk welkom op deze dag van glorie. Welkom aan de trouwe kameraden en kameraadskes uit Noord-Nederland, die ter viering naar Vlaanderen getogen zijt. We stonden schouder aan schouder, zoals we nu nog staan, met in de harten de diepste vlam en in de geesten de drang naar samenhorigheid. In de branding van het tijdsgebeuren staan we verenigd sterk. Welkom, broedervolk, aan de overkant van een vervalste grens. Ik mag even een paar berichtjes brengen. Het eerste zal zeker en vast plezier doen aan de jongens van het jeugdbataljon. De gemeenten Toppenstedt en Marxen, Lüneburgen, Heide feliciteren u op deze uw feestdag. Nog een klein berichtje van de jongste van onze SS-mannen van toen. Veel succes ter gelegenheid van het jubileum 45 jaar Vlaamse Oostfrontgemeenschap. En Ausdauer voor de toekomst. Danny, de jongste Oostfrontstrijder, winter 41-42 in Kopsen. Getekend Danny Vermeers, Heidelberg. Ik mag me even wenden aan onze Bourgondiërs, aan onze Waalse kameraden. Au nom de notre comité directeur, ainsi qu'au nom de nos membres, je salue la délégation bourguignonne ici présente. Frères d'armes, ils ont, tout comme nous, engagé vie et fortune à pouvoir créer un monde nouveau et meilleur. Une Europe prospère, respectueuse des traditions et des cultures, unie dans sa diversité, libérée de toute menace et entièrement vouée à l'avenir. Soyez les bienvenus, chers camarades. Nous sommes heureux de vous voir participer aux festivités de notre jubilé. Aus den deutschsprachigen Gebieten sind zahlreiche Kameraden und Kameradenfrauen heute zu uns gekommen. Den Getreuen aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz rufen wir ein lautes Willkommen zu. Ich darf eine frohe Botschaft bringen. Frau Gertrud Riemer aus Mecherin ist heute in unserer Mitte. Mit ihrer Enkelin hat sie die beschwerliche lange Reise angetreten, um mit ihren Flammen zu jubilieren. Unvergessen bleibt uns ihre couragierte Tat, die Leichen unserer Gefallenen trotz Verbot am Ufer der Oder zu bestatten.
Seitdem pflegt sie diese Ruhestätte mit liebevoller Hingabe. Dieser großen Dame erwidern wir ihre Hingabe, davon sollen Blumen ein Zeugnis sein. Darf ich darum bitten? Aloude graafschap Vlaanderen dat nooit tot het Rijk mocht behoren en dat uitwaait langs een blonde Noordzeestrand naar Zeeuws en Frans Vlaanderen, dat uitdijt tot in de Scheldebeemden. Wij zijn uit het vlakke land der schilders van Memling, de gebroeders van Eyck, van Ensor, Permeke, Servaas en de Lathamse Schoon. Wij komen uit het vlakke land der dichters en schrijvers. Van Jacob van Maarland, Roldenbach, Guido Gezelle, René de Klerk, Philip de Pillesijn, Cyril Verschaven, Anton van Wilderode en zoveel anderen. Wij zijn de bakermaat van de Vlaamse beweging. Met Jan Frans Willems, Hugo Verhies, Rosa de Vruchtenaren, Chef Goosenaars, Frans Daals, Hendrik Elias. Wij zijn het vlakke land, het slag- en slachtveld van Europa. Tussen Somme en IJzer, tussen Leie en Schelde, werden talloze oorlogen op onze grond uitgevochten. Wij treuren nog steeds om de grote delen van Vlaanderen die ons door Frankrijk werden ontnomen. Wij beschouwen Frans Vlaanderen nog steeds als een stuk van onszelf. In ons vlakke land rusten de Vlaamse vrijheidsstrijders, Zanneken, de Van Artevelders, Renate Rudder, de gebroeders van Raamdonk en de Gentse Vaandrig Snijsens, het symbool van eer en trouw. We zijn het vlakke land met zijn torens, belforten en kathedralen. Met het grootste vredesmonument ter wereld. Met de universele vredesboodschap in vier talen. Nooit meer oorlog, ne plus jamais de guerre. Nie wieder Krieg, no more war. Wij zijn het land der onvergeten martelaren. Joris van Zeveren, dokter August Borns, Leo Vindevogel en Irma Laplace. Uit ons vlakke land stammen de grote oostfrontleiders. Camille de Wilde, dokter Hilaire Gavé, Raymond Tollenaren. Nooit voordien heeft een Vlaams leger met de levensvlag op kop en met het levensschild op de arm voor Vlaanderen gestreden.
Nooit voordien hebben duizenden Vlaamse vrijwilligers met hun Europese wapenbroeders hun laatste kruimel brood, hun laatste sigaret met elkaar gedeeld, tegen een beloning van 25 frank per dag. De boodschap van professor Daels geldt ook vandaag en morgen, ook in het nieuwe Europa. Een nationale en sociale toekomst voor ons volk en de gaafheid van onze Nederlandse cultuur. Dat is de boodschap die ik vandaag uit het vlakke land wil brengen. Dank u. Wij zijn vandaag fier op het trotse Ertogdom Brabant van weleer, dat zoveel dappere soldaten naar het oosten zag vertrekken. Sinds ons vorig jubileum zijn onze rangen fel gedund, hebben veel goede kameraden ons voor altijd verlaten. Maar nog zijn we daar om het vaandel verder te dragen, dapper en rechtop. Nog brandt in ons het vuur van onze overtuiging. Een vrij Vlaanderen in een vrij Europa. Wij zijn vandaag hier, samen, om onze vaandels van trouw en eer door te geven aan onze jeugd. Vaandels van roem, doordrenkt van bloed, Leningrad, Chittagong, Jampoen, Narva en Over. Maar nog zijn we hier om te getuigen van de moed en eldendom van onze gevallen kameraden. Ver van hun geliefd Vlaanderen. En deze die rechtop voor de Belgische vuurpelotons stierven. Nu zijn we oud, maar niet gebroken. Vier op onze uniform dat we droegen. En de waterspreuk, onze Heer is trouwer. Onze Heer was en is trouw. Ik dank u. Op de trommel. De vijand rukt op. Ontrol de vlag. Gilden en poorters, verzamel u. De overheersers naderen. Verweer u tegen de vreemde belagers. Val de vijand aan. Niet versagen. Zwaai uit in wijde kring. Put kracht uit het geloof in de heilige zaak. Laat het vaandel niet veroveren. Laat de vijand niet doordringen tot de Vaandrig. Vaandrig, sta pal en weer u kranig als een man. Voor Vlaanderen. Ik ben fier u te mogen begroeten
namens Limburg. Dat mooie Limburg, dat ons zo nauw aan het hart ligt en dat ook nu weer het verre Limburg genoemd wordt. Vier ook u te mogen begroeten namens de jongeren van Sint Maartensfonds. Dubbel vier dus, omdat ik en Limburger en jongeren ben. Ook Limburg leverde in der tijd zijn aandeel in de strijd voor Vlaanderen en Europa. Tussen 41 en 44 melden zich meer dan 500 man voor het Oostfront. Eerst voor het Vlaams Legioen, later voor de SS Stormbrigade, daarna de SS Divisie Langemark. Ons gewestbestuur weerspiegelt zowat de diversiteit van de oorlogs- en naoorlogsverleden. Een kwart Oostfronters, een kwart wapendragers uit andere formaties en telkens 1/6 vrouwen, 60-plussers en 40-45'ers. De toekomst is bij ons verzekerd. Wij hopen dat het ook zo is in andere gewesten. Tot slot van mijn groet nog graag een persoonlijke toets. 45 jaar geleden stichtten oud-Oostfronters het SMF. Maar gelukkig deden ze niet alleen dat, vermits ik toen ook ter wereld kwam. En zolang ik het SMF ken, en dat is sinds mijn vader mij meenam en meesleurde aan alle mogelijke bijeenkomsten, ben ik mij bewust en trots dat wij, het SMF en ik, van hetzelfde jaar zijn. Een goed jaar dus. En veel goede jaren wensen wij nog, namens de jongeren en de Limburgers. Dank u. Thank you.
Es ist so schön, Soldat zu sein. In de veldhospitalen, in de lazaretten, in de rivieren, die liefdevolle zusters met hun zachte handen, hun stille glimlach en hun warme blik. Alle DRK-zusters spreken we vandaag onze innigste waardering, bewondering en onze genegen hulde uit. Met het lied. Met het lied van de NSKK-mannen willen wij ook die andere kameraden deel laten worden aan onze hulde. Thank you.
goede vrienden. Vandaag zou hier iemand anders gestaan hebben. Als waardering voor zijn grote verdiensten in onze Oostfrontgemeenschap zou Jan Vinks de feestrede uitspreken. Hij leefde er naartoe, naar deze viering. Hij was er zo onbezorgd, maar het lot heeft er anders over beslist. Zoals voor vele andere kameraden. Het verheugt mij des te meer op ons feest toch nog zoveel te ontmoeten die er voor 45 jaar vanaf het eerste uur bij waren. Aan hen en de eerste initiatiefnemers willen wij zeker onze oprechte bewondering en dank betuigen. Sommigen hebben afgehaakt om persoonlijke redenen, uit ontmoediging. Enkele gingen een andere richting. De stelling echter dat wij de zuivere Oostfrontgedachte niet zouden uitdragen, dat met het ondergaan van het Vlaams Legioen de echte Oostfrontinzet eindigde, kunnen en mogen wij niet onderschrijven. Er waren accentverschuivingen, maar de duizenden en duizenden die zich melden voor de stormbrigade en later de divisie Langemark droegen hetzelfde uniform, waren bezield door dezelfde idealen. Alle zijn trouw gebleven. Slechts één koude, koele arrivist heeft zichzelf gekleineerd tot kruipdier en zijn eigen gelaat, zijn eigen aureool besmeurd. Niet het onze. Wanneer wij voor 45 jaar begonnen, kozen wij bewust voor de naam VVOOS, Verbond Vlaamse Oud-Oostfrontstrijders. Wij waren toch de zonen van de geestdriftige vossen. Wij waren toch ook Vlaamse soldaten die de gruwel van de oorlog leerden kennen. En Vos bezat zoveel adelbrieven. Aan hun banier prijkte de erelinte van hun Vlaamse wacht. Hun blazoen droeg de bloedsporen van de Belgische moord op hun algemeen secretaris Karel de Feiter. Voor Vlaanderen vuur. Als kind, als knapen, hebben wij het onze vaders en moeders zo dikwijls horen zingen. Hebben wij het zo dikwijls meegezongen. Weg met dat lappeke en weg met die vod. 100 jaar heb je ons mee bedot en dat zit diep ingebeiteld. Wanneer wij van nationalisme spreken, dan staat men onmiddellijk met Joegoslavische toestanden te dreigen. Zij vergeten echter te vertellen dat dit land altijd een kruidvat in Europa, een multiculturele schepping van diplomaten, nog steeds deze oude communistische Tito-partisanenstaat is, die 50 jaar opgehemeld werd door de grootte der aarde en waar zij op rode lopers stonden aan te schuiven om de honneurs te ontvangen. Ze vertellen niet dat dit het land is waar tienduizenden weerloze Duitse krijgsgevangenen op bestiale wijze vermoord werden en waar zij het moorden, waarvoor ze steeds geprezen werden, gewoon voortzetten. Hetgeen in onze jeugd een leidraad was van ons leven, bleef de leidraad en zal het blijven. Wij stonden inderdaad in de integrale collaboratie. Zoals de activisten van 1914-1918
uit anti-Belgische overwegingen de weg van hun collaboratie gingen voor Vlaanderen, gingen wij in het spoor van onze ouders de weg van Vlaanderen in een nieuwe orde voor Europa. En dat vergeten ze niet tot op de dag van vandaag. Zal ons ook nooit vergeven worden. We zagen ze op de trappen van het gerechtshof in Brussel. Weet men daar eigenlijk dat in dat huis recht moet gesproken worden? We hebben ze zien staan met hun van haat verwrongen tronies. Doch wij weten, haten kunnen ze ons. Beschimpen kunnen ze ons. Maar ons verachten, nee, dat kunnen ze niet. Want om iemand te kunnen verachten, moet je er torenhoog boven staan. Eén zaak is zeker. Zoveel jaren hebben wij niet meer voor ons. Maar zij ook niet. Over hen zal niet meer gesproken worden. Zal de wereld zwijgen. Terwijl er in Vlaanderen steeds een jonge generatie zal klaarstaan die onze inzet, onze strijd weet te waarderen. Ons geloof en onze idee zal blijven uitdragen naar een hoopvolle toekomst voor Vlaanderen. Mevrouwen, kameraden, vrienden. In die voorbije 45 jaren hebben wij onze Oostfrontgemeenschap gedreven en leefbaar gehouden. Dank zij velen onder u. We staan nu op de drempel van de vijf treden die ons naar de tinnen van onze burcht leiden, waar wij over 5 jaar de trans met goud zullen kronen. Deze gemeenschap die gedragen wordt door een onverbreekbare kameraadschap, moeten we daarom hegen en plegen in ware vriendschap. Dank u. In de nacht van de 15e op de 16e maart 1946 wordt de IJzertoren, een dodenmonument met militaire deskundigheid, door een dynamietaanslag vernield. De daders blijven onbekend. Op een kille lentemorgen, 12 april 1946, in een pril lentezonnetje weerklinkt een salvo van geweren. Dr. August Borms wordt vermoord. De daders zijn gekend. Ze kwamen niet terug, mijn man en mijn zoon. Ze kwamen niet terug. Maar hier voor het venster zal ik nooit meer zonder mijn man zijn. Nooit meer zonder mijn zoon. Nooit meer zonder hem. En met het lied Goedenacht, gezongen door Gus Teugels, danken wij vol eerbied de moeders van onze Oostfronters. Goedenacht,
is onze dierbare plicht de nagedachtenis van onze gevallen en gestorven kameraden in ere te houden. Deze plicht wordt in het Sint Maartensfonds in stille en gedreven hardnekkigheid vervuld door de activiteiten van de gravendienst in het oosten van Fons Janssens en zijn vrienden, met financiële steun van velen. Wat in Vlaanderen niet mag, niet mogelijk is, verboden is, hebben zij in samenwerking met onze vroegere tegenstrevers op meer dan één plaats op de slagvelden van weleer kunnen realiseren. Wacht op mij, ik kom terug. Wacht lang en lang en lang. Wacht wanneer de gele regen verdriet brengt. Wacht als de sneeuw smelt. Wacht als het zomert. Wacht als anderen niet wachten, gisteren vergetend. Wacht wanneer uit verre landen brieven achterwege blijven. Wacht wanneer het vervelend wordt voor allen die bij jou vertoeven. Wacht op mij, ik kom terug. Geloof hen niet die bout beweren dat het tijd wordt alles te vergeten. Zelfs als zoon en moeder menen dat ik niet meer leef, zelfs als vrienden hetzelfde zeggen, zitten bij de haard, drinken zure wijn ter innige deelneming. Wacht, hef niet het glas met hen voor mij. Wacht op mij, ik kom terug. Het ventel moest nog sneeuwen, wat Vlaanderen was in dood. We waren tot de schrijveren op leven en op dood. Zoals in het verleden, prikkelen Roeland brand. Ze gingen door in Vlaanderen in een groter heimatland. Voor kleine dierverwanderen, een grote heimatland. Jonge morgenrood hun leven openbloeide, doodde de schaduw van de dood al aan de horizon. Soldaten door de stilte der eeuwigheid gaan. De leeuwenvlag, die in Rusland zo menig gevallen kameraad als de laatste omarming van Vlaanderen toedekte,
En die wij als een heilige reliquie bewaren, zullen wij hier symbolisch over alle graven in het oosten uitspreiden. Met de mijngrond dooien wij de soldatengraven van alle gesneuvelde, vermoorde en gestorven kameraden. Soldatenverbandes, Kameradschaft 4 Steiermark und Südburgenland
sowie im Namen der ehemaligen Bundesleitung überbringe ich Ihnen herzliche Grüße und Glückwünsche zu Ihrem Bestandsjubiläum. Es war für uns eine Selbstverständlichkeit, zu euch zu kommen. Ihr habt ja damals vor einigen Jahren das Problem bei uns in Graz zum Teil mitgemacht, habt uns damals zur Seite gestanden, das haben wir euch nicht vergessen. Es war damals für uns ein harte Tage und wir mussten es durchstehen, wir haben es durchgestanden. Und dafür gebührt euch allen herzlicher Dank. Und diesen Dank möchte ich zum Ausdruck bringen, euren Vorsitzenden, den Kameraden Anton Pauli, herauszubitten, seinen Vizevorsitzenden Johann Bankoppe-Nolle und den Generalsekretär des St. Martin-Fonds Hermann de Meyer. Und der wichtigste Mann in jeder Gemeinschaft ist wohl der Finanzminister, das ist der Kamerad Karl de Meyer. Kamerads und Kameraden, beste Vrienden, beieinander aan het einde van deze jubileumviering, doch juist zoals de viering van ons 40-jarig bestaan tot nu toe bleef nazinderen, zal ook deze viering tot het einde van onze dagen in onze herinnering blijven. Zeer kort wil ik echt iemand begroeten die in de zaal zit en die niet geroemd werd omdat we het niet juist wisten. Remy Schrijnen, onze ridderkruisdrager. Bovendien wil ik nog zeggen dat het hoofdbestuur deze morgen om 11 uur samen met kameraden van Waasland in Stekenen een krans neergelegd heeft. Hoezeer wij deze staat waarin wij leven miskennen, zeker ook voor onze veroordelingen op basis van wetten met terugwerkende kracht, uitgevaardigd in Londen, toch is het deze staat die, door ons jarenlang samen vast te houden in haar concentratiekampen, ons de mogelijkheid bood onze frontkameraadschap te hersmeden tot een gemeenschap en een kameraadschap die, niet tegenstaande tegenwerking en moeilijkheden, tot op heden onverwoestbaar gebleven en gebleken is. Reeds in gevangenschap begonnen de opzoekingen naar niet teruggekeerde kameraden. Bij onze vrijlating was het verboden contact met elkaar te hebben. Toch kwamen wij samen. En zo ontstonden de eerste groepen en groepjes. Het eerste grote verband was het WVOS, het Vlaams Verbond der Oud-Oostfrontvrijders, dat echter spoedig verboden werd. Beter gestructureerd groeide daaruit de verschillende afzonderlijk werkende groepen in alle delen van het Vlaamse land. Steeds en overal waren er die enkele kameraden die het voortouw namen. Uiteindelijk kwamen ze alle samen in dit ene Sint Maartensfonds. Wij denken hier toch heel even aan die vier eersten die de oprichtingsakte voor het Belgische Staatsblad in 1953 ondertekenden. Urbain Staparts, Jan Truijs, mevrouw Dellaert, echtgenote van onze kameraad Piet Keubels, allen reeds overleden. En ons vierde ondertekenaar, onze kameraad Joris Liebaert, nog steeds actief in het Sint Maartensfonds. Beste vrienden, dankzij de werking van de verschillende gewesten kon heel wat hulp aan noodlijdende kameraden, aan ouders van gesneuvelde en vermisten, verstrekt worden. Wij denken aan de vier van Potma, aan de gevangenenhulp, de zoekdienst, de pensioendienst, Fons Janssens met zijn graven in het oosten, de maandelijkse uitgave van Bergenkruis en Stekenen. Stekenen, trouw verzorgd door twee, hoe moet ik ze noemen, kameraden, Cecile en Jeff de Leder, die daar reuzeloos uit zijn. Ik sta ook heel even stil bij onze kameraad Jan Wings, die als voorzitter van Etnica, onze uitgeverij, onze strijd en deze van onze Noord-Nederlanders aan de Noord-Nederlandse kameraden te boek gesteld heeft. Inderdaad, vrienden, wij hebben niet en nooit gezwegen. En als wij er al lang niet meer zullen zijn,
De boeken van Etnica zullen blijven getuigenis afleggen. Ik neem deze gelegenheid in maat om alle bestuursleden, zowel van de centrale als van de gewestelijke afdeling, te danken voor hun onbaatzuchtige werking. Twee kameraden wil ik toch even noemen. Dat is A, onze algemene secretaris Herman de Meijer, de ziel van de organisatie. En dan onze penningmeester sinds de beginperiode, Karel de Meijer. Voor hen mijn speciale dank. Beste vrienden, bij ons in het Sint-Martensfonds gebeurt nog altijd alles op vrijwillige basis en vergoedingen voor prestaties zijn onbestaande. Ik dank, wij allen danken, alle medewerkers van dit fantastisch feest. Vooraf onze kameraad Herman Appel, als duivel doet al. Ons schilderkoor onder leiding van Jan Vossé. Onze onverwachte Conne Wouters. En al die anderen, te veel om te noemen, voor, op en achter het podium. Voor hen speciaal een applaus vinden. Mes chers amis d'expression française, je tiens à vous remercier pour votre présence et pour votre participation à notre fête. Je vous souhaite encore un temps agréable parmi nous et un bon retour à la maison. Liebe Kameraden und Kameradenfrauen aus Deutschland, Österreich und die Schweiz, meinen herzlichsten Dank, dass Sie heute mit uns dieses Fest haben feiern wollen. Ich wünsche euch allen auch eine schöne Zeit in Antwerpen und in Flandern und eine gute Heimkehr in euer Heimatland. Mein beste Vlaamse Vrienden, mein Dank gaat naar u allen hier aanwezig, die gehoor gegeven hebben aan onze oproep om dit 45 jaar jubileum van ons Sint-Martensfonds op een waardige wijze te vieren. En graag zou ik u hardop dromen. Ik hoop u allen in dezelfde grandioze stemming als vandaag, over 5 jaar, in 2001, bij ons gouden jubileum, te ontmoeten om samen 50 jaar Sint-Martensfonds te vieren.